wij zijn onderweg naar de tweede pony. Deze is 3 jaar oud. En ik ben benieuwd. Zij is nog wel een beetje groen, maar dat maakt niet uit. Ik vond het best leuk. Nou zo, ik vind het best leuk om er naar te gaan kijken. Ja, dus ik ben. Het is in de buurt van Utrecht. Ja. We gaan even kijken. Ja, we zijn net langs de Universiteit Utrecht gereden. Dus ik ben benieuwd. Nou, ik heb naar die pony gekeken. Toen ik hem uit de box haalde, was hij een klein beetje sloom, maar dat maakt niet uit. En heb ik gelopen naar de poetsplaats. Heb ik hem gepoetst. Toen hebben we hem opgezadeld, peeskappen omgedaan. En is het andere meisje gaan rijden, omdat ze nogal jong is. En daarna ben ik gaan rijden. Dat ging best goed. En heb ik ook een sprongetje gemaakt. Die pony de eerste keer weigerde die. De tweede keer ging die er overheen. En ook een keer gooide die heel de hindernis om. Maar sprong er daarna toch weer overheen. Dus daar heeft mijn moeder en ik wel iets van geleerd van hey, dat kan. En dit wordt, en ik heb zelf deze pony gezegd van nee, omdat hij nog zo groen is en ik had niet echt een klik met hem. Ik had aan de ene kant wel gehoopt dat ik dat had, omdat Bel gaat toch bijna weg. En dan is het handig als ik dan een pony heb, maar dat heb ik nu nog niet, dus dat is een beetje jammer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. Vind je dat wel fijn. En zie ik jullie de volgende keer. Doei!